Kijk daar eens. Er komt rook uit het raam. Dat schijnt brand te zijn. En flink ook. Ik zal de brandweer waarschuwen. Hallo, hallo. Hallo. Er is brand op de Prins Hendrikkade 152. Wat is dat voor een brand? In een rijwielfabriek. De brandweer komt. Belangrijke brand wordt de aanval van verschillende kanten ingezet. Dit is de ploeg die een achteraanval inzet. Deze brandwacht telegrafeert namens den bevelvoerder het zogenaamd nader bericht, in dit geval grote brand, waarop de centrale seinzaal wederom een aantal kazernes alarmeert en uitcommandeert. Bericht van N, mag ik morsen van u?
Plaatsen waar het vuur niet direct kan worden bereikt, worden gaten geboord waardoor een lange straalpijp wordt gestoken. Temperatuur 600 graden. De frontaanval ontplooit zich op de Prins Hendrikkade, waar enige motorspuiten het water naar de aanvalspunten pompen. Vuur heeft zich meester gemaakt van een zolder. En aangezien die niet te benaderen is, wordt opnieuw de elektrische boor te hulp geroepen. Bescherming van een straal kruipt deze aanvalsploeg langzaam voorwaarts.
redden wat er nog te redden valt. Bevel inrukken is weergegeven en onder belgerinkel en sirenegeloei rijden de wagens naar hun kazernes terug. Ziezo, nu eerst het hoofd eens lekker onder de kraan, daar fris je weer van op. Gekleed gaan des avonds de mannen te rusten. Voor de kribben staan de laarzen. Beneden wachten de wagens op het volgende alarm. Wat zal de nacht weer brengen? We zullen er nog vijf aanpakken. We komen 3 uur in de wacht. Nee. Ik had geen droge sokken meer bij me. Ja, moet je wel zeggen. Ja, jongens, we hebben vanavond een nacht geworden. Ik heb geen 3 stel van zoiets erbij. 3 uur, maar. Laat maar rusten hoor. Daar gaat de alarmbel weer. Direct vliegen de mannen weer uit hun korte rust om in de donkere nacht wederom uit te rukken.